Nou, zijn we al gehoord langs de lijn vanmiddag? Uitslag 1 tegen 5. Weer verloren, dus ik baalde als een stekker, joh. Jongens, hebben ze weer laten piepelen, hè? Terwijl het concept goed is. Aan mijn concept mankeert niks, dat weet ik zeker. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, ik ga ervan uit dat wij de TOS winnen. Je moet ergens vanuit gaan, anders kom je niet tot een concept. Dus TOS, hup, kop, kiezen. Wij verdedigen die goal, dat is hun risico. Ja? Verliezen wij de TOS? Ja. Flexibel scenario natuurlijk. Dan voor de rust consolideren. Hebben we na de rust de aftrap? Wat gebeurt er dan in mijn concept? Mudden, hier, trap af. Ik zei, jongens, niet naar achteren, naar voren die bal. Weet je? Want leven kijk je ook niet achterom, vooruit. Dus geef het balletje aan op te vangen, rustig, niks aan de hand. Op te vangen, vangt die bal op. Geef een strakke, lage bal naar Leen Hoendermis. Leen Hoendermis is opgekomen van links. Leen Hoendermis vangt die bal op. En Leen is een jongen, die kan een mannetje passeren. He? Dus neemt die bal rustig aan, passeert. Hier, neemt die bal rustig aan, passeert een mannetje wat daar opkomt. Schijnbeweging. En omdat hij links is, verwachten hun niet dat hij over rechts zal pasen. Doet hij niet. Hij heeft alle tijd, legt de bal voor zijn linkerbeen. En geeft een hoge bal richting cornervlag, waar Bert Hoendermis, zijn broer, komt op, vangt die bal op, wacht ermee. Alle tijd Bert, alle tijd, roep ik vanuit de dugout. En Bert paast naar de rand van de 16 en haalt die bal laag. Mutt en Ottervanger zijn mee opgekomen. Niet te snel voor de buitenspelval. Zijn opgekomen, dan stapt Mudde, neemt die bal niet aan. Nee, die stapt er overheen. Bal gaat er onderdoor. Ottervanger staat hier. Ottervanger laat die bal ook lopen. Van Baars is van rechts gekomen. Hij heeft alle tijd om die bal hier te krijgen. Maakt die bal dood met zijn rechterbeen. Keeper is uit positie. En Van Baars heeft te drijven en hij scoort. En hup, in deze hoek. Hup. Nou. Ik bedoel, zo simpel is het. Zo simpel is het. ABC'tje. Nou, dan staat het 1-0. Dan is het rustig afwachten, jongens. Consolideren. Niet in paniek raken. Dus nou, doe die manoeuvre nog een keer. Ik bedoel, aan het concept ligt het niet. Dat is goed. Het concept is goed. Maar ja, het ligt aan spelersmateriaal, hè. Ik kan het wel zien. Als de jongens in het veld niet zien, houdt alles op. Ja, toch? Even een vuurtje voor me, jongens. We hebben begonnen met te roken. Nou, vind je het gek? 1 punt is 24 wedstrijden. Heen. Mag ik? Kom. Maar aan het concept ligt het niet, hoor. Echt niet. Het concept is goed.